Dames en heren, we zijn hier in Emmen. Dat zal u niet ontgaan zijn. U hoorde dat net Lodewijk Asscher, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook zeggen. Dat is een regio hier, zij die hier vandaan komen weten dat, die het niet zo makkelijk gehad heeft, economisch gezien. Er is nogal wat industrie vertrokken hier uit die regio. Dat is ook iets wat de gemeenten hier onderkend hebben. Niet alleen de gemeente Emmen, maar ook de gemeentes Koevoorde, Hoogeveen en Hardenberg. En die stelde zich de vraag, ja, wat kunnen we er nou aan doen? Kunnen we nou eens een beleid ontwikkelen om te zorgen dat die teruggang in de industrie stopt? Kan er wat aan gestimuleerd worden? En hoe doen we dat dan? Daarvoor kwamen ze uit bij onze volgende spreker. Iemand die zijn sporen ruim verdiend heeft in de Nederlandse industrie. Als bestuursvoorzitter van industrieconcern Stork. En later als onderdeel daarvan bij Fokker Technologies. Graag uw aandacht voor Sjoerd Vollebrecht. Nou moet ik even kijken of ik een systeem heb waar we wat slides kunnen doorklikken. U weet, in Amerika hebben ze de time of their life op dit moment met de keuze uit twee presidentskandidaten. Waar men met grote vrezen kijkt naar november, waar men er echt een van de twee moet kiezen. Hier hebben we industrieel al heel lang de time of our life. 50, 40 jaar terug zijn er veel impulsen geweest, maar je ziet toch ook wat bedreigingen. Dat heeft gemaakt dat Koevoorde, Hardenberg, Hoogeveen en Emmen een commissie in het leven heeft geroepen. Samen met IJssel Albeda van Ekenstein, die er ook is, was ik een van de boegbeelden van de commissie. Maar al snel bleek dat wij boegbeeld en commissie waren. Nou, vervolgens hebben Allert van Dijk en Niek Weekamp gevonden om ons te helpen om te kijken wat is te doen in deze regio. Moeten we ons zorgen maken of niet? Daar zal ik u iets over vertellen. Is de regio kansloos of kansrijk? Zit nou echt in het hart innovatie? En zijn er voorbeelden te vinden van de weg hoe dat op te lossen? Ik hoop dat iets van die vragen beantwoord worden als ik eenmaal door de slides heen ben gegaan. Ik doe dat in vogelvlucht in een schets, dus probeer denk ik niet alles te lezen op de slide. Het gaat veel meer om de boodschap en het delen van de bevindingen met u. Ondernemingen, gemeten in 2011, worden tegenwoordig nog maar 18 jaar oud. Een aantal van u zal al langer bezig zijn, dus het kan zijn dat het volgens die statistiek morgen is afgelopen. Want u bent al over uw uiterste verkoopdatum. In 1930 bij de FTSE-bedrijven was dat de leeftijd van bedrijven gemiddeld 90 jaar. In 1980 ongeveer 25 jaar. Het gaat dus uitermate slecht in die zin. Wanneer je kijkt naar de toekomst, toch zitten daar eigenlijk drie grote goede boodschappen in. 1. Wanneer u in de oude industrie zit, heeft u niet het probleem van modern internet, waar je zeker weet dat je technologie binnenkort vervangen wordt en je iets nieuws moet vinden en je opnieuw moet uitvinden. Tweede, dat je ziet, is dat de digitale wereld een wezenlijke impact zal hebben op uw bedrijfsvoering. Niet zo extreem als in de nieuwe economie, maar het heeft wel degelijk effect en dat biedt enorme kansen om je te onderscheiden. En het derde is dat de impact daarvan, met name op industrie, substantieel is, maar niet zo overweldigend dat er sprake is van een revolutie. Dus kansen. En die kansen komen op ons af. Toch zien we wel wat meer bedreigingen in deze regio. Het werd al genoemd door Peter. Grote bedrijven verlaten de regio, vaak productiegeoriënteerd. Maar het is eigenlijk ook wel een heel natuurlijk proces. Nederland is toch een klein land. Heeft in die zin ook een overheid die niet in staat is heel veel te kopen aan artikelen. En dat zag je ook bij een industrieel concern, ongeveer 200 jaar terug opgericht. Een industrieel concern als Stork, op aanwijzing van koning Willem I. De industriële revolutie uit Engeland werd gekopieerd naar Nederland. Heeft eigenlijk alles gemaakt, procesinstallaties, motoren, treinen. Maar uiteindelijk loop je er tegenaan dat je mainstream niet dat sterke achterland heeft, wat je nu ziet in India, China, wat Amerika historisch heeft.
Dus je bent eigenlijk wel gedwongen je te specialiseren of in niches terecht te komen. Na 200 jaar voort uit die activiteiten zag je dat echt terugkomen. Je zag bedrijven in de dienstverlening, in de olie en gas, die zo'n diep vakmanschap hadden, dat in toch complexe installaties, wat raffinaderijen en chemieplant zijn, alleen dit soort vaklieden die waarde kunnen bieden om ze efficiënt en veilig te houden. Het bedrijf bestaat nog steeds, zeer succesvol, ook veel gedaan in Groningen. Aan de andere kant, mensen die in de niche gingen in het bedrijf, dat zat vooral in Boxmeer, in voedselverwerking en textieldruk. Ene bedrijf op technologie en innovatie in meerdere markten actief, op een gegeven moment in textieldruk, opdruk, meer dan 70% wereldmarktaandeel, een goede aftermarkt, zeer succesvol en een paar keer is er zelf uitgevonden. Het andere bekende bedrijf was een bedrijf dat systemen bouwt om kippen te slachten. Een kip kun je heel goed automatiseren, die kun je op vorm fokken. En ik moet zeggen, als je geslacht wil worden, moet je dat echt doen met een systeem van Stork, want dat voelt beter. 50% wereldmarktaandeel, investeert het meest in innovatie, een passie in het bedrijf. Als je daar binnenkomt, men eet kip, men praat kip, men denkt kip, men slaapt kip. Hoogwaardig vakmanschap, creativiteit en een enorme, wat je noemt, tribal knowledge. Dingen die u zult herkennen in uw eigen bedrijf en omgeving. En dat zie je hier komen. Die grote bedrijven die vaak de ruggengraat zijn van opleidingen, van geldstromen, van spillover kennis die je gezamenlijk opbouwt, trekken een stuk weg hier. En je ziet eigenlijk toch nog wel gelukkig een aantal natuurlijke clusters die niet altijd samenhang hebben, maar wel degelijk een basis geven voor deze regio om voor te bouwen. Al die bedrijven zullen wel te maken krijgen met de grote technische ontwikkelingen. Veel ontwikkelingen waar je naar kijkt, waar je soms vraagt, maar we hebben alles al. Toch zullen we het gaan gebruiken, het komt op ons af. Het zal langer duren dan je denkt, maar het komt zeker. Wanneer je één moment je ogen sluit en durft te dromen, als Leonardo da Vinci al deed, dan kan je een beetje voorstelling maken wat er kan gebeuren, wat je kunt ontwikkelen, wanneer je meerdere van deze technologieën combineert. Dat is iets wat leuk is, wat mooi is, als je interesse hebt en die dynamiek erin wil brengen. In de noordelijke regio zijn een aantal concrete thema's hieruit gedistilleerd en het houdt in dat er een bepaalde kritische massa gerealiseerd wordt om testfaciliteiten te bouwen, om met universiteiten samen te werken, om hogescholen daarmee mee te trekken, om te zorgen dat die dieptekennis weer wordt opgebouwd, dat meesterschap wordt opgebouwd. En denk eraan, dat duurt lang. Als je iemand neemt die net van de middelbare school komt of de lagere school, je hebt 10.000 uur nodig om als leerling een aantal vaardigheden te leren. In het bedrijfsleven nog 5 tot 10 jaar om middenkader te worden. 5 tot 10 jaar hoger middenkader te worden. En een enkeling wordt een Rembrandt. Overigens hebben we die hier wel gehad en nog steeds. Als je hier in deze regio rondloopt, dan weet iedereen je toch te vertellen dat de uitvinder van Bluetooth wel in deze regio geboren is. Alleen dat vertellen we niet aan de rest van Nederland overigens. Maar die komt hier wel vandaan. En aan de andere kant, net in Groningen, toch ook eigenlijk een steenworp afstand, professor Veringa die wel de Nobelprijs binnenhaalt. En die excellentie die mogelijk is in deze regio nog eens aantoont. Nou, bij die grotere regio moeten we ons aansluiten en dat zie je ook richting Universiteit Twente. Toegepaste engineering. Waarop bouwen we voort? Als je kijkt naar een bedrijf moet je eigenlijk een paar keuzes maken. Eerder noemde ik, ga je mainstream, blijf je daar zitten, kun je dat volhouden. Word je een echte specialist of word je een niet-speler? De andere waar je altijd aan moet denken is, word ik echt een klantgedreven bedrijf? Consultancybedrijven zijn dat vaak. Word ik volume gedreven? Denk aan expressvervoerders, enorme netwerken, bedrijven, 400, 500.000 mensen groot, waar iedere dag met veel mensen hetzelfde gedaan wordt en iedere dag heel nauwkeurig. Of word je sterk competentie gedreven? Zoek je het in de vaardigheden die technologieën
kan combineren, maar niet alleen ontwikkelen, ook kan zorgen dat het wordt geproduceerd, ook wanneer het kleinere volumes zijn, en dat het goed onderhoudbaar is en echt iets toevoegt. Nou, duidelijk voor ons is dat in deze regio, na 70, meer dan 70 gesprekken, dat de keuze moet zijn op competentiegedreven bedrijven, die uiteindelijk in staat zijn zich door te ontwikkelen. We denken dus dat hier deze regio in 2030 bekend zou moeten en kunnen staan als een uitstekende vestigingsplaats voor hoogwaardige maak- en dienstverlenende bedrijven in een aantal specifieke segmenten. Je hebt hier ook nog een stuk logistiek in Coevorden zitten, ook belangrijk. Bouw voort op die clusters. Het moet een internationale uitstraling hebben. Je moet hier naartoe willen komen omdat je kennis- en opleidingsinstituten aantreft waarvan je zegt, ja, hier leer je het vak dicht bij de werkelijkheid zoals het wordt uitgevoerd. En wat belangrijk is, dat je een goede doorsnede krijgt in je bevolking, verschillende niveaus in bedrijven, verschillende type mensen, en dat je ook mensen tegenkomt die over dezelfde zaken praten, die dezelfde taal spreken en jouw passie voor die sector van het bedrijfsleven deelt. Zorg voor een goede woonomgeving. Ik was recent in de Drechtsteden, die worstelen met eenzelfde probleem. Kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken? Onder de rook van Rotterdam, automatisch een enorme bedrijvigheid. Hebben we niet het nadeel wat verder weg te liggen in Nederland naar het oosten. Heel veel moeite om mensen aan te trekken die in het hoger middenkader werken. Nauwelijks sprake van een hbo-opleiding, eigenlijk alleen mbo en lager. Goedkoopste plek in Nederland om te wonen. Klinkt prettig, maar maakt ook dat je misschien te weinig investeert in je regio. Dus je ziet wat je hier hebt en wat je aantreft in de Randstad, dat er helemaal niet zoveel verschillen zijn. En dat je hier misschien nog wel beter in staat bent om je door te ontwikkelen. Er is enorm trek naar de steden. Maar we kunnen niet met 17 miljoen allemaal gaan wonen in Amsterdam. Je moet je indenken, nu is het al zo dat je daar het hele weekend en door de week van die mensen met van die carry-on luggage hoort rollen over de straten. Auto kun je nooit kwijt. Veiligheid moeizaam, maar ook voor mensen in zo'n stad sta je toch continu onder druk. Niet alleen om je parkeerplaats te vinden, maar ook in het bedrijfsleven. Hier kan je een veel betere combinatie van wonen, werken en leven vinden. Komt dit vanzelf? Absoluut niet. We hebben eigenlijk een doelstelling om richting 2030 deze regio die succesvolle uitstraling te geven. Eigenlijk het Seattle Vancouver van het noorden te maken. Een belangrijke bouwsteen, industrieel hart. Een van de in een grotere regio, Gelderland, Groningen, Friesland, Overijssel. Met succesvolle steden daar, universiteiten, allemaal dichtbij. We hebben daarom een vijftal speerpunten benoemd. Beginnend bij ondernemen met ambitie. Als je daar niet begint, dan kom je nergens. Middelmaat, naïviteit, moet je niet zien. Je moet echt je voort willen stuwen, maar ook die ambitie moet bij de overheden zitten en moet bij de opleidingsinstituten zitten. We hebben daar best die wil aangetroffen. Maar heel af en toe, ja, nee, dan gaan we morgen aan beginnen. Nee, we gaan er vandaag aan beginnen. En dan zullen we een reis van vele jaren moeten maken waar je met kleine stapjes verder moet zien te komen. Als je deze zaken integraal aanpakt, in samenhang en doorzet, denken we dat je wel degelijk in staat bent succes af te dwingen. Er is eigenlijk geen reden waarom dat niet zo zou zijn. En het is hier echt de moeite waard om het te doen. En de startpositie is zeker niet minder dan elders. Ja, je bent geen Eindhoven waar Philips heeft gezeten. Maar je vindt hier wel heel veel mooie bedrijven die het zouden moeten kunnen. Ik herken veel van Stork, waar je veel bedrijven zeer succesvol wereldwijd nog bezig ziet. Ja, dan kom je bij het hoofdthema. Ik noemde al hoe lang het neemt om een vak te leren. Die getallen die ik noemde, ja, bij topsport doe je dat in zo'n 10.000 uur en word je gedwongen, is een heel systeem om je te vormen. Maar uiteindelijk duurt het in het bedrijfsleven, wat veel complexer is, veel langer. Kijk je naar Nederlanders, waarom zijn we zo rijk? Waarom zijn we zo succesvol? Ik vraag me wel eens af. We werken het minst van iedereen in de hele wereld. We zijn ook helemaal niet productief.
We zijn zeer bureaucratisch. Toch zijn we heel tevreden met ons landje en terecht. En tegelijkertijd zijn we iets van, wat is het, 16e of 17e economie in de wereld. Dus we zijn steenrijk. We hebben iets vasthoudends. We hebben iets pragmatisch en soms opportunistisch ondernemerschap. We hebben hier ook nog steeds een behoorlijke loyaliteit van mensen met hun bedrijf. Je vindt mensen met passie, hè? Degene die dat filmpje maakt, The Time of My Life, op de discussie van Clinton en Trump. Ja, die had wel ongeveer 24 uur lang doorgewerkt, alleen maar om dat op het internet als eerste te kunnen zetten. Ja, dat soort passie vind je in Nederland bij veel mensen nog. En zeker bij de volgende generatie. Wij moeten ze dus daarin meenemen en je moet ze leren doorzetten. We moeten mensen in staat stellen vroeg beginnen te leren. Maar ook als ze zeggen na 3, 4 jaar, jongens, ik wil hier stoppen, dat ze voldoende bagage bij zich hebben om dat vakmanschap inhoud te geven. Maar je wil ze ook de kans geven om later terug te komen en weer een stuk door te leren. Je wil ook de mogelijkheid hebben om kortcyclisch te leren, waardoor je heel snel in staat bent, als je een kans ziet, kopermonteurs zijn er straks te weinig, wat IJssel altijd zei, om dat snel te leren en een stuk van die markt te pakken. Hier vind je nog mensen die bereid zijn te reizen, wat verder te gaan dan in de Randstad, waar men het liefst 15 kilometer van zijn moeder blijft. Dus dat moeten we stimuleren. En je moet ook de mogelijkheid geven aan mensen als echte diepte in willen op kennis, dat ze dat kunnen doen. Je moet samenwerken met de universiteiten in het noorden en hier in het zuidoosten. En die willen dat ook, die hebben dat ook toegezegd. Hier moeten we HBO-plus opleidingen hebben, echt de top in de wereld op een aantal vakgebieden. Megatronica, IT, industrieel ontwerp belangrijk, continu leren verbeteren is belangrijk. En zo zijn er nog een paar waar je naar moet kijken. Door de kennisinstellingen, opleidingsinstellingen, is gezegd, wij zullen daaraan gaan meewerken. Wij zullen een consensueus een programma opzetten, maar we hebben daar wel wat richting nodig vanuit het bedrijfsleven. Dus die zal ook die ontwikkelagenda mede op moeten stellen. En gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat mensen kunnen werken op de modernste machines. Dat waar het gebeurt in een field lab, mensen die in opleiding zijn, een steentje kunnen bijdragen, wat kunnen experimenteren en daardoor leren en dat hoogwaardig vakmanschap uitbouwen. We hebben dat vervat in dat rapport Vierkant voor Werk. En we denken dat dat in het hart van de aanpak zit. Is het doenbaar? Is het ingewikkeld? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar het begint wel met een bepaalde wens om iets te doen en uitstralen. En ik zal een voorbeeld geven van deze bedrijfstak. Voorbeeld van lucht- en ruimtevaart. Wat ooit mede uit nood, want ze werden om de oren geslagen door de ontwikkelingen van de Russen in de ruimte. Op een gegeven moment een president zei, wij gaan over een aantal jaren in this decade naar de maan. Hij had niet helemaal bij NASA nagevraagd of dat nou wel precies kon. Maar wat hij in essentie zei, ik focus iedereen, niet omdat het eenvoudig is, maar omdat het moeilijk is. Het dwingt ons focus aan te brengen. Het dwingt ons nieuwe gebieden te ontwikkelen en can-do te werken in plaats van can-not. Het is bekend dat men minder, veel minder dan de capaciteit van een telefoon, een mobiele telefoon, men uiteindelijk die raket naar de maan heeft gekregen. Op een veilige manier, iets wat we nog niet altijd kunnen zeggen als je nu een telefoon per Samsung koopt. Daar ging het beter. Dat werd gedaan met systemen waar ook Fokker in Hogeveen aan het werkt, dicht bij huis hier. Dit is een Ariane 5 raket waar men delen van maakt rond de motoren. Als je keek naar die Saturn 5 raket die de Apollo-capsule lanceerde, en die alleen al bracht met die motoren een geluid voor wat piekte in 200 decibel. Als je denkt wat dat voor schokgolven geeft. Eén van de problemen bij de lancering. En als je naast een vrachtauto staat die hard optrekt, veel lawaai maakt, heb je 90 decibel. Bij 140 decibel hoor je het niet meer, want dat kan je helemaal niet aan met je gehoor. 200, wat voor golven dat geeft op gebouwen die 3 kilometer weg waren. Dat soort problemen moest men ook in die industrietak oplossen om het mogelijk te maken. Dus niet alleen de technologie om bij de maan te komen en veilig terug,
maar net zo goed de omgevingsfactoren kunnen managen. Is een industrietak die iedereen aanspreekt, Fokker toch ook, prachtig bedrijf, ten onder gegaan aan naïviteit, niet aan technologisch vermogen. Ze bouwden echt het beste toestel wat er was, met weinig mensen, maar wel technologische arrogantie en middelmaat ten aanzien van gezonde bedrijfsvoering. Een schoorsteen moet vandaag roken om in morgen te kunnen investeren om dat recht te hebben. Toch was het een fantastisch bedrijf. Het ging ten onder in 1996 en met Stork hebben we de onderdelen gekocht. Er zit bijvoorbeeld een onderdeel in van bekabeling. En daar zag je dat men een vliegtuigbouw was wat doorgeëvalueerd is. Niet zo lang terug hebben hier Joint Strike Fighters gevlogen. Een enorm kostbaar project. Het grootste industriële project ooit. Veel meer dan het brengen van mensen naar de maan. Nou, daar gaan bekabelingen in. Zo'n toestel, hoe lang is het? 30 meter of zo. Daar gaan kilometers bekabeling in. Fokker, in dit geval in Woensdrecht, ontwikkelt die bekabeling. Daarop zaten 22.000 contactpunten. Probeer eens je televisie tegenwoordig aan te sluiten en dat goed te doen is al lastig. 22.000 contactpunten. Werd geleverd aan Lockheed Martin, die de verantwoordelijkheid heeft om dat hele systeem, dat platform te bouwen. Die zei, wij kregen het hier in het testtoestel wat aan de grond bleef, hebben we het ingebracht. En van die 22.000 contactpunten werkten er maar 5 niet. En dat is waarschijnlijk omdat wij het verkeerd hebben aangesloten. Northrop Grumman, die de midsectie bouwde, zei precies hetzelfde en confirmeerde dat. Hij zei, het enige was, we hebben die levering gekregen en we hebben 2 kabels over. Dat toestel zou ik niet in de lucht brengen. Dat kan dit bedrijf. Hoe zijn ze daar nu gekomen? Het was een bedrijf dat op een aantal toestellen actief was. Uiteraard Fokkers, Airbus 300, NA90 helikopter. Men deed wat voor de F-16. Dat bedrijf moest keuzes gaan maken. Vliegtuigontwikkeling heeft voordeel van een lange horizon ten aanzien van wanneer je eenmaal een goed product hebt dat je kunt uitleveren. 30, 40, 50 jaar kan zo'n toestel mee. Wordt dan een aantal malen nog doorontwikkeld. Maar het ontwikkelen daarvan begint voor een eenvoudige businessjet bij 2 miljard. Als je een goed passagierstoestel wil bouwen, mainstream, dan zit je snel op 15, 25 miljard. En een Joint Strike Fighter is 50 miljard met nog eens 50 miljard infrastructuur. Tegelijkertijd kunnen er 15.000 ingenieurs aan 1 computersysteem in de hele wereld werken. Bij de Joint Strike Fighter was een moment dat er meer software-ingenieurs aan het werk waren dan Microsoft in dienst heeft. En lukt dat dan altijd? Nou, dat kan u zeggen. Er is nog nooit een vliegtuig op tijd binnen budget gebouwd. Maar uiterst complex, maar ze komen er wel. Ze zijn belangrijk om die satellieten te lanceren en om mensen bij elkaar te brengen, waardoor de chemie ontstaat tussen mensen en zij weer dingen kunnen creëren. Nou, dan moet je kiezen. We zijn geen vliegtuigbouwer meer, dat hebben we aan moeten wennen als bedrijf. Op een gegeven moment hebben we moeten kiezen, worden we dan een volumegedreven bedrijf of worden we een specialist? En wij noemden dat een superspecialist. Gedreven door toch nog die integratiekennis. Wij wisten hoe je zo'n toestel bouwde en dat hebben we nooit opgegeven. Moeten we ook leren op die scholen. Dat is vakmanschap, tribal knowledge. Engineeringcapaciteit die altijd fenomenaal was. De grootste universiteit in Nederland is nog steeds lucht- en ruimtevaart. Of faculteit moet ik zeggen. En een enorme materiaalkennis. Dat breng je dan samen en je kiest ervoor om rechtstreeks voor die vliegtuigbouwers te werken, soms voor toeleveranciers van die vliegtuigbouwer. Maar het was wel een bedrijf waar de klant van zegt, als het echt moeilijk wordt, zij praten mijn taal. Dat moet je mensen leren, daarom heb je die opleidingstijd nodig. Dit bedrijf is het gelukt, maar het heeft duidelijk de keuze gemaakt, een competentiegedreven onderneming, die daarnaast zorgt dat ze niet af en toe een vliegtuig ontwikkelen, maar continu van het ene vliegtuigtype naar het andere doorleren. Incremental development. Daardoor kun je testen, daardoor kun je dingen proberen. Daardoor kun je het toepassen en vervolgens doorevalueren met veel minder risico. Ook belangrijk voor je financiers. Ja, je moet met je klant mee kunnen. Soms moet je een tijdelijk
mensen hebben die in Amerika aan het engineeren zijn, dicht bij je klant. Daarna haal je ze weer terug. Soms moet je wat werk neerleggen in klanten, zo in landen zoals China en India. Soms moet je daadwerkelijk voor arbeidsintensief gaan naar Mexico. Heeft het bedrijf allemaal gedaan, maar tegelijkertijd heeft het haar kern hier gehouden van kennis en ontwikkeling en productie. Fabrieken in Nederland zijn in die periode eigenlijk telkens bijgebouwd. Het programma waar men nu mee bezig is, dat is een combinatie van materialen, kennis, produceerbaarheid van materialen, thermoplasten. En hoe kun je dan efficiënt, laag volume, complex product voortbrengen. Bij een vliegtuig geldt zo, hoe lichter het is, hoe minder brandstof je hoeft mee te nemen om het gewicht van het toestel te kunnen dragen. Wat dat toestel verder laat vliegen, hoger laat vliegen of met minder brandstof. Dan wel nog meer passagiers kan laten meenemen. En als je zelf vliegt met EasyJet, dan weet je hoeveel passagiers je in een toestel kan krijgen. Daarom zijn die materialen ook zo belangrijk en is deze ontwikkeling ingezet. Wordt gedaan vanuit Hogeveen, gaat 10 miljoen in op dit moment. Wordt gedaan door kennisinstituten, overheden gefinancierd en het bedrijfsleven. En daaromheen zit een cluster van midden- en kleinbedrijf. Daar wordt ook gewerkt aan die productie, aan die informatie, die digitalisering. Je ziet hem enorm sterk opkomen. Om met dat lage volume toch te kunnen optimaliseren, om door te kunnen werken. Dat moeten we leren op de universiteit en hogescholen en bij het MBO. Als je dan kijkt, wij zijn ongeveer 14, 15 jaar aan deze reis bezig geweest. Nou, als je een doorlooptijd hebt als ondernemingen van 18 jaar, dan hebben we nog 3 jaar de tijd om hiervan te genieten. Is dat zo? Nee, is absoluut niet zo. Dit bedrijf heeft inmiddels een orderboek van 10 jaar. En daarna komt hetzelfde volume aan opdrachten zeker nog binnen dan over 15 tot 20 jaar. 1000 man in Hogeveen in dienst. Kennismensen, hoogwaardig vakmanschap, alles is daar. Waarom is dat ontstaan? Ja, je moest je positie kiezen, we hebben durven kiezen. En we zijn de dingen gaan doen die ons aanspreken, fascineren, waarvan we zeker wisten dat er ook een behoefte aan was. Maar wel de dingen die we leuk vinden. En uiteindelijk heeft dat voor de aandeelhouders en banken een stabiele inkomstenstroom en een lager risicoprofiel gegeven. Dit vertelt het verhaal dat het doenbaar is. Dit vertelt het verhaal van veel mensen die eraan hebben gewerkt. Die hebben durven dromen, die hielden van dat product en het door wilden zetten. Dit is een verhaal geweest van een stuk visie, van een stuk durf en leiderschap. Dit is ook het verhaal geweest van durven samenwerken. Ook overheden hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Het is doorgaan en zoeken naar excellentie op delen van de bedrijfsvoering. Maar het is vooral het verhaal geweest van willen winnen. Ik heb veel bedrijven gezien die bezig zijn aan deze reis, die dan morgen zullen komen of overmorgen. Ik denk dat daar gewonnen gaat worden als jullie het willen. Succes. Dank je. Even over het eerste deel van uw presentatie. Ja. Als boegbeeld van de commissie, later bleek u was de commissie vierkant voor werk. Die 4 sterren die u gevraagd hebben om een rapport te maken over hoe ze de industrie, de maakindustrie in deze regio beter kunnen faciliteren. U bent bijna het ambassadeur van de regio geworden, lijkt het wel of niet? Ja, want je kunt hier parkeren en zo, en je hebt geen criminaliteit, en het is een mooi wonen. En... Ja, ik moest wat terugdoen voor de overheid, hè, met rond JSF-dossier, maar zeker ook rond innovatie hebben ze veel gedaan. Dus al eerst kreeg ik een telefoontje om iets te doen voor de luchthaven Twente. Uh-huh. Ik was slim, dus ik zei, ik woon al 25 jaar in België. Dat is te ver weg, jongens. Andere keer. Ja. Toen kwam er met Emmen. Ik wist niet waar Emmen lag. Nou, daar ben ik achter gekomen. Maar ik moet zeggen, als je naartoe rijdt, ik heb het meerdere malen gezegd, het is echt wel een hele mooie omgeving. Maar u bent niet geneigd om er nu zelf te gaan wonen? Nee, er zijn andere redenen waarom ik België goed vind. En iemand moet koning Flip in de gaten houden. Ik dacht dat je hier goed kon drentenieren, maar dat is... Even over die regio, want uw rapport heb ik even bijgepakt. En zijn er mensen die... wie woont in de Emmen-regio, die vierkant regio waar we net over hadden? Iets meer...
En de term bescheidenheid, zegt u dat wat? Ja. Ja. Want even een stukje uit het rapport. Komt hier. De cultuur van bescheidenheid. Dus, ja, dat zijn we. Staat ambities en groei in de weg. En maakt het imago van de regio flats. Goed hè, bescheidenheid. Ja. Dat is toch wel een constatering. Ja, we hebben het wel opgelost door te zeggen, we dreigden daarmee dat we een paar Brabanders hier naartoe zouden halen. Oh, ja. Die bescheidenheid. Toen zeiden ze direct, dan gaan we het wel zelf doen. Maar is dat maar iets wat zou moeten veranderen? Je kan heel erg bescheiden blijven. Ja. Je moet wat uitstralen. Dan trek je ook niet mensen aan die hier willen blijven wonen. Je moet je passie kunnen volgen. Dat trekt weer anderen aan. Dan krijg je zo'n sneeuwbal aan het rollen. Men heeft grote dingen hier. Het Wildlands is een bijzonder iets. Men heeft een sportmentaliteit hier. Nou, het was een beetje Jupiler League sport, toch? Niet? Nee, dat is relevant. Hè? Men wil hier werken, men wil hier reizen. Er is hier voldoende te doen. Maar inderdaad, het voorbeeld van Bluetooth. Ja, je moet dat één keer vertellen, twee keer, drie keer, moet vijf keer. Moet je meer uitventen? Ja, kijk naar Trump. Die vertelt hetzelfde thema 120 keer. Ja, maar die ligt ook nog een keer bij. Dat, ja, nou, dat doen we dan niet, want dit was echt. Ja. Hey, want uit het rapport blijkt ook, u heeft de optelsom gemaakt, is 65 miljoen nodig. 65, 70 miljoen. Ja, hoe ver is het daarmee? Nou, de eerste rond de 15 miljoen is in principe nu toegezegd. Dus dat wordt geïnvesteerd in een bedrijvenfonds. Want vaak is de aanloop in technologieontwikkelingen lang. Mm-hmm. De volgende stappen is naar richting field labs. De onderwijsministerie moet daar ook een stuk in gaan richten. Daar moeten meer middelen van komen. En uiteindelijk moet dat toegroeien. En wij schatten in dat je rond de 65 miljoen à 70 moet investeren om dit waar te kunnen maken. IJssel, Albeda van Ekenstein, daar zit je misschien. IJssel, sta even op, dan hebben ze jouw gezicht gezien. Ik heb het makkelijker gehad om een stuk van het rapport te doen. Hij gaat het uitvoeren. Oh, dat is lekker makkelijk. Hey, ik zag, u heeft met 70 mensen gesproken. Even aanhakend bij wat die mevrouw in het begin zei, u daar. U zei, we moeten wat meer over de grens kijken. Hè? Dat was een opmerking van u. Ik zag bij die 70 namen één Duits klinkende naam, maar dat bleek volgens mij gewoon iemand te zijn die in Nederland werkte, toevallig een Duits klinkende naam had. Ja. U bent niet over de grens geweest? Nee. Eigenlijk twee redenen. Niet dat het niet relevant is, want je hebt dat voordeel hier. Maar er werd al aan gewerkt om daar naar te kijken. Dus we zeggen, laten we dan eerst ons focussen op één ding, dat is in deze regio zelf. En we zijn dus meer gaan kijken naar de verbinding richting Groningen, hebben we meegesproken. Willen jullie als universiteit meewerken? Richting Twente hebben we meegesproken. Zwolle, kunnen we die kracht veel meer bundelen? Dan heb je 1,5 miljoen mensen hier, vele aansprekende instituten. En als je dat eenmaal begint in te zetten, ga dan die link echt wel maken naar Duitsland. Want je kan veel van hen leren. En zij hebben toch ook wel behoefte aan dat vakmanschap wat in Nederland ontwikkeld wordt. Oké, hartelijk dank. Sjoerd Vollebrecht, dank u wel.